Mijn naam is Leo Willemsen. We zijn hier in Oba van der Pek, het vervolgfiliaal van Hagedomplein. De allereerste filiaalvestiging van de Oba ooit begonnen in 1923. En de Oba dateert van 1919. Dat kan je allemaal nalezen in dit geweldige boek Amsterdammers en hun bibliotheek, geschreven door Joosje Lakmaker en Elke Veldkamp. Speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oba uitgekomen. Ik ben ontzettend blij en trots op dit boek, want ik ben er eigenlijk de grondlegger van dat het er gekomen is. Ik heb dat een keer voorgelegd toen ik nog bij de Oba werkte. In 300 pagina's met ongelooflijk veel mooie, leuke illustraties de geschiedenis van de Bibliotheek Amsterdam weer. En wat ik er zo bijzonder aan vind is dat er ook klanten zijn geïnterviewd die al in 1930 in de bibliotheek kwamen. Er is gesproken met medewerkers van de bibliotheek die in 1947 bij de bibliotheek kwamen werken. Er is gesproken met directeuren die nog leven. Er is gesproken met van allerlei soorten mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen. En je krijgt echt een fantastisch beeld van hoe belangrijk de bibliotheek in Amsterdam voor de klanten en de gebruikers is geweest. En daarom is dit nu mijn favoriete boek.